Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM-hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvi's producer Ramon gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten? En hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen. Yo, 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 leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Effie Vrouwen aan de Top. In deze aflevering vandaag hebben wij een van de grootste fotografietalenten van ons land te gast. Ze fotografeerde beauties als Kim Veenstra, Roos Bertram en Jolante Cabau. En wordt ingehuurd door de grootste magazines en fashion brands van ons land. Handjes op elkaar voor Martika de Sanders. Zo. <laughs> Dankjewel. Alsjeblieft. Hoe is het met je? Goed. Ja. Goed. Ja, ik was uh, maandagjarig, dus uh, echt? ik ben nog een beetje. Gefeliciteerd. in Gefeliciteerd. Dankjewel. Heb je het, heb je het uh, groot ge uh, gevierd? Niet echt. Niet Hoe echt. heb je het gevierd? Of tenminste, uiteindelijk nog best wel groot. Want ik was eigenlijk van plan om helemaal niks te doen. Maar uiteindelijk kwamen er toch iets van twaalf vrienden bij elkaar voor een uh, diner. Dus uiteindelijk toch nog best wel groot. Maar het was supergezellig. Leuk. Klinkt goed. Um, deze podcast, als je er eentje hebt geluisterd dan, uh, of meerdere, dan weet je dat we altijd aan het begin het cv doornemen voor jou. Dus wat is je volledige naam? Martika Evelonde Sanders. Martika Evalonde Sanders. Is dat nog er, ergens, uh, komt het nog ergens speciaal vandaan je naam? Nee, niet per se. Er, mijn ouders hebben me ver, vernoemd naar een zangeres uh, die Martika heet. Mm -hmm. Uh, en ja, ik weet echt niet waar mijn tweede naam vandaan komt. Volgens mij hebben ze dat gewoon een keer ergens gelezen, ja, dacht ik. Mooie ja. naam. <laughs> Dankjewel. Wat is je geboorteplaats? Amsterdam. Geboren en getogen. Ja. Wat is je huwelijkse staat? Ik ben single. Single. En je opleiding? Uh, ik heb een bachelor in uh, foto, vo, fotografische vormgeving. Ja. Uh, aan de fotovakschool in Amsterdam ook. En wat was je eerste baantje? Um, mijn eerste baantje, uh, ik was kofferdame bij Miljoenenjacht. Echt? Ja. <laughs> toen ik vijftien was. Oh, dat mocht gewoon al op je vijftiende. Ja, ja, dat mocht, want dat oh, ja. is eigenlijk een soort van modellenwerk. Ja. ja. Heb je modellenwerk gedaan zelf ook? Nee, nee, ik uh, studeerde toen uh, aan de dansacademie Lucia Martos. Ja. En daar werd toen een uh, casting gehouden voor Miljoenenjacht. Dat mm -hmm. ging eigenlijk via uh, de Dansacademie en er werden ook daarnaast nog extra modellen ingehuurd om ja. dat te doen. En uh, dat was gewoon, ja, eigenlijk mijn eerste baantje. En um, wat voor auto rijden? Ik rij een Volkswagen. Wat voor? Een uh, Golf. Ja, daar vraag ja, ik. Wel. Het, <laughs> ik weet echt niks van auto's, dus ik weet niet eens wat voor auto ik In ieder geval een Volkswagen. <lacht> <lacht> ja. uh, zijn er dingen die wel van je cv af mogen? Uh, Nee, niet echt. Nee? Ook geen opdrachten die je hebt gedaan? Die waarvan je had gezegd, nou, we hadden eigenlijk niet gehoeven. Ja, er zijn altijd wel opdrachten die je minder leuk vindt... maar die horen er gewoon wel bij om ergens te komen uiteindelijk. Ja. Dus ik zou dat allemaal niet skippen. Die Everton 500 oh, shoots. Nee hoor, helemaal niet. Die vind ik hartstikke leuk. <laughs> ja, zeker. <laughs> ja. Deze vraag stellen we altijd aan, uh, stellen we aan elke gast. Heb jij het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend? Uh, ik zeg heel eerlijk dat ik niet precies weet hoeveel ik per jaar verdien. Uh, dus daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Nee. nee ik zou het eigenlijk echt niet weten. Nee. Dan, maar dan ben je wel de enige die dat niet weet. Hoe kan het dat je het niet weet? Uh, omdat ik niet per se aan het einde van het jaar... Uh, terugkijk naar wat ik precies verdien ook omdat het elk jaar heel erg anders is. En omdat ik bijvoorbeeld nu op een heel lang met een project bezig ben geweest waarvan ik ook nog niet weet wat het gaat opleveren, dus het zijn zeg maar ja, het kan heel erg verschillen eigenlijk. Ja, heb je maar, je weet wel of het 50.000 is geweest of 2 ton. Het is sowieso geen 2 ton. dat is een beetje wat het Dat ook... kan ik je wel vertellen. Probeer een beetje het gemiddelde op te zoeken van, van succesvolle vrouwen, zo moet je zien. Ja. ja. Oké. Okay. Okay. Ja. Ik vind het een goed antwoord. Toch koos je? Ja, je koos ervoor: van dit is hem niet. Uh, ik hoef niet of ik wil niet professioneel danseres worden. Uh, ik ga fotografie studeren. Ja. Waarom koos jij daarvoor? Nou ja, dat was natuurlijk ook een, uh, een gok. Want mm. ik had nooit. Ik heb wel gefotografeerd als hobby daarnaast. Het was gewoon iets wat me altijd heel erg aansprak. En ik verzamelde best wel veel magazines thuis. En ik was altijd voor mijn plezier een beetje aan het editen en aan het kijken. Maar ik wist nooit echt wat ik aan het doen was. En ik kon toen mijn bachelor krijgen in twee jaar. Dat kon ik in twee jaar afronden. Dus ik, ik was super jong. Ik dacht, nou ja, ik ga dit gewoon een kans geven. En mocht ik daarna denken van dit is hem niet, dan heb ik twee jaar Daaraan besteed en dan ja. ga ik daarna wat anders doen. Ja. En toen bleek ik het hartstikke leuk te vinden. Dus toen ja. ben ik daarin doorgegaan. Wat heb je allemaal geleerd op die opleiding? Uh, voornamelijk de techniek. Mm -hmm. Want uh, het is best wel een technische opleiding. Het is geen kunstacademie of zo. Dus je leert gewoon heel erg de technische kant van uh, fotografie. En die had ik echt nodig. Want ik wist eigenlijk helemaal niks van hoe een camera werkt, hoe licht werkt hoe studio licht werkt bijvoorbeeld dat daar wist ik helemaal niks van. Ik vond gewoon het creatief gedeelte van fotografie heel erg interessant, maar ik had die techniek wel echt nodig om uiteindelijk uh, ja professioneel te werk te kunnen gaan. Ja zeg maar. om die creatieve kant uh, te ondersteunen. Ja. 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 Dus en ik denk ook dat als je commercieel wil kunnen werken, dan moet je bepaalde resultaten binnen een bepaalde tijd kunnen uh, creëren. Mm -hmm. Dus ook bepaald licht je kan niet op een set staan en dan vier uur doen over een lichtopstelling bijvoorbeeld dus je hebt wel een streepje voor als je dat allemaal weet en ja. wat voor wat zijn uh, merken en magazines waar je zo voor hebt gewerkt of um, ja in nederland ja Eigenlijk wel voor de meeste. Ik heb bijvoorbeeld nooit, ik kan wel zeggen waar ik niet voor gewerkt heb. Misschien dat. <laughs> ja, als dat een rijtje korter is. <laughs> ja, is het, nou ja. Is het, <laughs> dat sowieso. is zo. Ja. Uh, ik heb nog nooit voor de Nederlandse Volk iets gedaan. Oké. Okay. Uh, zou je dat graag willen? Ja, tuurlijk. Ja. Ik zou het wel willen, maar het is, geen, uh, het is geen goal of zo. Ik zou het heel leuk vinden, maar mm -hmm. het, is, het is niet per se iets wat ik dan van mijn lijstje af moet strepen of nee. zo. Zijn in de intro's, noemde ik al, uh, Jolant en Kim op, die je voor FHM hebt gefotografeerd? Wat zijn er nog meer mensen die je voor je kamer hebt gehad? Um, in Nederland of. Uh... Internationaal, mag ook? Uh, ja, het zijn er nogal wat. Ja. In Nederland. Ik weet, weet je dat ik het heel moeilijk vind om dit uit mijn hoofd te zeggen. Uh, dan zou ik echt gewoon mijn website erbij moeten halen. Maar uh, even kijken. Nou ja, bijvoorbeeld een de DJ Black Coffee ja. die heb ik gefotografeerd in uh, Zuid-Afrika. Even kijken. Ja, ik heb natuurlijk net een heel boek mm -hmm. met vol met creatieve mensen uit Nederland uh, vastgelegd. Maar daar ja, dat is een hele, hele lijst die ik kan opnoemen. Maar ja. ik vind het meestal niet zo interessant om het te hebben over BNers en mensen die voor mijn camera gestaan hebben, want het is eigenlijk maakt het niet uit wie het is. Okay. Het is zeg maar. Tenzij het een hele leuke shoot was, maar mm -hmm. dat zegt eigenlijk niet zoveel over, over andere mensen die mensen ook kennen. Ja, weet je wel. Ik uh, herken dat wel, want in, uh, zeg maar, ik, wat jij doet met fotograferen, doe ik met interviewen. Uh, uh, misschien wel een van de leukste interviews die ik heb gehad is iemand die helemaal niet beroemd is, maar ja. die heeft gewoon zo'n fantastisch verhaal te vertellen. En hetzelfde ja. kan voor jou werken. Over dat project, uh, wat kun je er misschien wat meer over vertellen? Ja, yes. uh, yeah, zeker. Ik uh, ben vanaf vorig jaar eigenlijk echt actief bezig met uh, het creëren van een koffietafelboek. Samen met uh, een partner en een vriendin van mij, uh, Rakkie Westrik. En zij heeft alle interviews geschreven en alle mensen die erin staan geïnterviewd. En uh, ik heb natuurlijk gefotografeerd en uh, we hebben samen het concept bedacht. En het boek gaat eigenlijk over uh, zwarte creatieven in de Nederlandse... Uh, dus voornamelijk in de creatieve industrie, mm -hmm. fashion, kunst, uh, ja, noem het maar op. Ja. Dus design. Uh, en we hebben ongeveer iets meer dan vijftig mensen bij elkaar gebracht. die hun uh, verhalen delen over waar ze begonnen zijn. en hoe ze daar zijn gekomen, waar ze nu zijn. Ja. En wij vonden dat dat één nodig was, omdat het, uh, nou ja, sowieso na BLM. Vonden wij dat het tijd was voor positiviteit. Mm -hmm. En ik denk dat je mensen veel meer kan raken als je positieve verhalen bij elkaar brengt, waar andere mensen van kunnen leren. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Uh, sowieso is het super inspirerend om te leren wat deze of lezen, wat deze mensen allemaal gedaan hebben vanaf het begin tot waar ze nu zijn, waar ze vandaan komen. En uh, sowieso is uh, als je in een creatieve business werkt, is het best wel moeilijk om als je net bent begonnen te weten van, oh, hoe kom ik ergens? En het is gewoon best wel speciaal om dan dit soort verhalen te kunnen vergelijken. En ik denk dat het voor heel veel mensen heel veel, nou ja, in hun hoofd misschien al deuren opent van, oh, deze persoon is ook met vrij weinig begonnen en is nu hier. Mm -hmm. En ik denk dat heel veel mensen vergeten dat ieder persoon die iets bereikt ook nee heeft gehoord heel vaak. Alleen dat hoor je natuurlijk nooit, want je ziet het pas wanneer iemand. Een bepaald succes bereikt. Ja. En de meeste mensen die we wel kennen uit het boek, die worden continu geïnterviewd over hun succes op dit moment. Maar he, vrij weinig over de, de hele ja, weg daar naartoe. Ja. En dat vinden wij juist heel belangrijk. Omdat elke creatieve link daarmee struggelt. Van oké, okay, ik ben creatief, maar hoe ga ik hier geld mee verdienen? En hoe kom ik in een magazine? En dat soort dingen. Dat dat, daar wordt eigenlijk vrij weinig over gesproken. Dus, mm -hmm. uh, en daarnaast vonden wij het gewoon belangrijk om al deze verhalen een keer samen te bundelen in één boek. Het is een, uh, een koffietafelboek die dient als inspiratie voor jonge creatieven. Ja. Ja. Nice. En ook omdat we het echt belangrijk vinden dat de verhalen van uh, voornamelijk black creatives. Uh, dat het een positieve draai krijgt. Want we hadden continu, zeg maar, tuurlijk, het, bro. Het is een, een, sowieso een moeilijk onderwerp, maar wij hebben gewoon zoiets van: het, het boek heeft niet per se een activistische toon. We willen gewoon deze mensen bij elkaar brengen, zodat het overzichtelijk wordt voor de nieuwe generatie om te lezen: van oké, okay, deze mensen komen hier vandaan en dit en dit en dit hebben ze gedaan om hier te komen. En het wordt eigenlijk nooit zo concreet. Mm -hmm. Uh, verteld of ja. uitgelegd of weet je wel en het is ook nooit samengebracht dus je kan nooit die verhalen met elkaar vergelijken en deels is het ook een beetje waar deze podcast over gaat want ook wij uh, proberen de succesverhalen te achterhalen van die van die mooie vrouwen uit de FGM 500 en te laten ja. zien hoe hard ze hebben moeten werken en ja, welke weg ze hebben afgelegd uh, om te komen op het punt waar ze nu zijn Um, dus er zit best wel een overlap in want jij bent op een gegeven moment uh, na je studie ben je stage gaan lopen in New York dat was een van ja. de eerste uh, eikpunten denk ik in jouw carrière ja absoluut mm -hmm. ik, er ging echt een wereld voor me open ik was 21 dus heel jong en uh, ik had altijd wel al echt die droom om een tijdje in het buitenland uh, te wonen of te studeren of in ieder geval iets van ervaring op te doen en omdat mijn studie zo kort was, werd wel aanbevolen om dan daarna of te gaan assisteren of stage te lopen ergens om echt praktijkervaring op te doen. Mm -hmm. En ja, ik dat kon natuurlijk weer niet normaal, dus ik moest <laughs> naar New York. <laughs> en toen ben ik eigenlijk een maand naar New York vertrokken om die stageplek te zoeken. En toen kwam ik eigenlijk ook weer terug zonder resultaat, want het was niet dat ik er makkelijk over dacht, maar ik wist niet eens waar ik moest beginnen, zeg maar. Dus ik ben gewoon bij random agencies gaan aankloppen en vragen van hoe kan ik het beste een stageplek vinden? En ja, de meeste agencies zeiden van ja, je kan het beste gewoon... Direct naar een fotograaf toestappen. Maar ja, ik kende natuurlijk niemand daar. Dus ik ben gewoon een beetje gaan netwerken en socializen. En toen werd ik uiteindelijk een paar maanden later, toen ik weer terug was in Nederland, opgebeld uh, dat er een stageplek vrij was gekomen bij een fotograaf, Pamela Hansen heet zij. En ja, zij deed in, in die tijd, volgens mij nu nog steeds, maar echt gewoon alle grote. Uh, jobs die, waar je alleen maar van kan dromen, zeg maar. Dus dat was voor mij wel echt uh, een kans om te zien hoe dat werkt. En hoe was het leven in New York? Uh, nou, voor mij was het één groot feest. Mm -hmm. Want ik, ik woonde daar maar een paar maanden. Dus it, it, dat is niet hetzelfde als echt in New York wonen, wonen. En ik had ervoor gespaard. Dus het was voor mij gewoon echt één groot feest. Lekker. Veel Zeker. uitgaan, maar ook hard werken Absolut. en uh, genieten. En uh, kun je ons meenemen naar een, uh, naar een bepaalde shoot die je, die, waar je daarbij was in New York? Dat je dacht van, wow, dit is next level. Uh, ja, ik heb maar een paar shoots van haar bijgewoond. Want ik, ik was er maar een paar maanden. En mm -hmm. zij deed denk ik echt maar twee, drie shoots per maand. Mm -hmm. uh, of twee misschien maar zelfs. Maar ja, zij werd zo goed betaald dat... Ze, had ze ook luxe. maar twee shoots nodig had per maand. Ja. Uh, en ze, heet, ze deed er ook een paar in LA. In die periode dat ik er was. En de interns die waren eigenlijk alleen bij de shoots in New York. En als ze echt ging reizen, nam ze alleen er vaste assistants mee. Maar we hadden één shoot in uh, Central Park. En ik weet nog dat. Um, we daar dus al een week mee bezig waren om, of tenminste niet ik, maar haar studio manager dan om de permit te krijgen om daar te shooten, uh, de modellen te boeken, uh, de stylisten waar ze mee gingen werken, uh, zochten ze uit via een agency en dan uh, ja, iedereen had een assistant en dan had zij zelf vier assistants geloof ik of drie. En dan had de stylist had ook twee assistants en de make-up artist had een assistant. En op een gegeven moment stonden we daar gewoon met ik weet niet hoeveel mensen stonden we daar om dat model heen. En het enige wat zij deed was op de camera klikken en dat was het. <laughs> en toen dacht ik echt van ja, het is echt het team wat uiteindelijk het resultaat zo... Goed maakt. Los van dat zij natuurlijk de visie heeft. Mm -hmm. maar zij, zij bepaalde zij alles, bepaalde alles, maar eigenlijk deed zij verder niks, behalve de foto maken. Ja. Ja. En, en dat, dat, is... dat vond ik wel heel interessant om te zien. Ja. En uh, hoe was het lastig om hier voet aan de grond te krijgen? Om want, uh, ja, als je net, uh, je, hebt, je komt van school op stage gedaan, maar je hebt eigenlijk hier nog, ja, weet ik niet, had je hier een netwerk überhaupt, kon je aan de slag, uh... hoe kreeg je opdrachten?